This is the Simon and Maurice Show. Hashtag relatable. Per land, ter zee en in de lucht. Er gaat een droom uitkomen, want Simon en ik gaan meedoen aan ter land, ter zee en in de lucht. Met een eigen gemaakte boot. Doodziek. Het gaat goed, het schiet er goed af. 6.7800 gaat eraan. Hij gaat als een speer op de bank. Ja, we gaan eens een eigen boot bouwen en dan zie ik je gelijk weer denken, meneer de sidekick, waar is Simon? Ik heb toch niet op een Jurassic commentary video geklikt? Nee, dat klopt, maat. Maar Simon vertikt het dus om te bouwen. Dus ik sta er helemaal alleen voor, helemaal prima, dan ben ik de glow movies voor deze video. Maar goed, eerst een ontwerp maken. De boot moet een ode gaan worden aan de drijfveer van ons kanaal. Niemand minder dan Jeroen van der Boot. En als je Jeroen verwezenlijkt in een boot, dan kan hij eigenlijk niet anders heten dan de Jeroen van der Boot. Ja, goed. En op de boot is plaats voor de belangrijkste attributen van Jeroen van der Boom. En dan zullen de meesten niet verder komen dan gewoon zijn piano. En dat is logisch. Maar ik heb grondig onderzoek gedaan. En ik kan toch wel zeggen dat ik, iets behoorlijks bizars heb gevonden. Mag ik dan bij? Jeroen heeft dus altijd een wit biertje op zijn piano staan. En nou wilde ik eigenlijk Simon veranderen in een levensgroot pilsje. Maar om veiligheidsredenen hebben we dat toch maar iets kleinschaliger gemaakt. De buitenkant zal vervolgens nog à la Banksy versierd worden met graffiti. En daar kan de originaliteitsprijs ons eigenlijk niemand gaan, jongens. Ik heb de boot trouwens wel gebouwd met mijn voetbalteam en iemand die wel echt iets kan. Want kom op, wat verwacht je nou van mij dat ik een boot kan bouwen? Namiddag bouwen is dan toch wel deze behoorlijke boot eruit gekomen. Wij hebben onze eigen boot gebouwd voor meer dan 1 miljoen miljard euro. Max Verstappen. Wij hebben zo'n piano waarop je serieus liedjes kan spelen. We gaan 180 linkerbaan. Knip zo hard als nou, dat is lang niet gek. Moet je nagaan als dit allemaal gevuld zou zijn met vlaag. Dit is een zielige bende dit. En zo zou dat er in real life moeten komen uit te zien. Je vliegt naar beneden. Je gooit de pilsen eruit. En nu moet er gepresteerd worden. En aangezien wij twee ontzettend ambitievolle jongens zijn, kregen we er zelfs een beetje zin in. Simon wist alleen tot 2 uur van tevoren totaal niet waarin hij van die schans af zou gaan. Op het moment gaat er een gevoel door me heen van extase, euforie en angst. En ik heb het gevoel dat die drie samen, dat is de cocktail voor succes. En aangezien ik verwachtte dat Simon zou gaan schrikken van de boot, probeerde ik bij de verkenning van het parcours een beetje vertrouwen te denken, zodat het moreel een beetje hoog bleef. Kijk nou eens naar dat ding. Dit is toch teringhoog? Ja, ik vind het ook best wel hoog, ja. Ik had er niet zo verwacht. Ik krijg opeens mijn twijfels. Oh, die bel is helemaal daar, hè? Maar ik denk dat we het gaan redden. Ja, jij weet nog van niks. Ik denk niet dat we het gaan redden. Simon, we hebben jouw boot gerapt. Ja. Kost 10.000 euro. Veel geld. Veel geld. Ja. Ik hoop dat ik dat wel terug zie. Maar hier komt het, jongen. Wat is die dik? Wat is die dik? Maar na deze fantastische act moest de relaxe sfeer snel plaatsmaken voor wanhoop en paniek. Want ondanks dat Simon tevreden was over het design, maakte hij zich grote zorgen over de gevaarlijke constructie die we hadden gebouwd. Hij is fucking rood, man. Ja. Hij is veel te rood. Oh, ik ga niet, man. Ik ga hier niet in zitten. Gaas, wacht, kom eens. Ik ben gewoon sprakeloos op het moment, weet je wel. Ik hoop echt niet dat je daar hier moet zien. Ik kan er gewoon niet over uit. Dat zo tante veel mensen daar dood zijn gegaan en dat wij daar met een fucking blij rondgelopen en overnacht kunnen doorbrengen en met een tentje een biertje erbij. Oh ja, Simon. We gaan wel natuurlijk in stijl. Dus we gaan wel als Jack van Gelder en Jeroen van de Boom. Oh, wat een leuk idee.
Dus ik mag mezelf niet vasthouden, ik moet dat blad voor mijn hoofd houden. Nou, we hebben elastiek mee, dus dan kan, super, kan je zelf ook nog verstikken. Ja, dat is fijn, ja, dat je in het water dan geen adem meer krijgt. En toen we terugkwamen op het trein, kwam Simon er ook nog eens achter dat we een heel belangrijk onderdeel missen. Of nou ja, eigenlijk missen we gewoon de overboot. Maar wij worden helemaal niet opgepakt. Gaan we dan niet dood? Jullie klappen gewoon. Ik snap het. Jullie halen die bel nooit. Fred, jij denkt dat we die gaan halen? Ik geef jullie een beetje of 2-3 en dan houdt het echt wel ver op. Ik ga eens even zitten. Ik hoop echt gewoon dat ik niet dood ga. Kan jij een liedje zitten? Een liedje spelen? Lobby. Jij man van veel. Ik wil zo graag dood nu, je wilt het echt niet weten. Ik wil zo graag dood. We gaan het niet overleven. Jij denkt echt dat het niet goed gekomen. Ik vind dat echt triest. Waarom wilde je eerst wel en wil je nu niet meer? Nou ja, kijk, omdat eerst had ik in mijn hoofd zitten dat iedereen gewoon met een bootje naar beneden ging. Maar ik was vergeten dat hij natuurlijk zo'n ding nodig heeft. Kijk, dat hele stelsel. Die moet je hebben en dan word je zeg maar op het water afgevuurd. Maar dat hebben wij niet. Dus wij gaan dadelijk gewoon. We klappen dadelijk gewoon keihard op het water en dat is het gewoon. We gaan onszelf gewoon verwonden en dat is het. Ja, maar we gaan ons nu aanmelden en je kan dan niet meer. Maar gelukkig had ik nog één waardevolle troef achter de hand, waar Simon de Dollemansrit eigenlijk niet kon weigeren. Ja, ik wil iedereen die met de Jeroen van de boot naar beneden gaat, heel veel succes wensen. Want ja, het is een grote eer, want er is nog nooit een schip, nou ja, schip, bak, nou, boot, naar mij vernoemd. Dus heel veel succes met Jeroen van de boot en gas erop. Als je dit zo ziet? Nou, als ik dit zo zie, dan denk ik ja. Deze mensen hebben er verstand van. Die hebben een boot gemaakt die hiervoor gemaakt is. En die gaan er ook met zenuwen in zitten. Maar wij hebben dadelijk eigenlijk een doodskist waar we in gaan zitten. Ja, kom maar helpen. Ja, ik zie niet helemaal hoe dat gaat werken. Hasta, en we zijn verder! Gaan wij nooit overtreffen. Maar we zijn hier niet om te winnen, hè? De Vamos Boys, mogen laaien. Mijn god. Wij moeten zo meteen dus. Wat hartstikke kut is. We moeten zeggen nog. De Vamos Boys. Volgens mij moeten we nu. Ik hoop dat we worden afgekeurd. Ik hoop het echt. Anders ga ik dood. Ik zit er niet lekker in, joh. Ik zit er ook niet lekker in. Ik probeer zenuwen te krijgen. Maar het kan allemaal nog steeds fout gaan, want we weten dat er een extreem strenge jury is en aangezien onze boot waarschijnlijk te zwaar en te groot is, is de kans ook aanzienlijk dat we worden afgekeurd. Kan die boot? Kan dat wel? Ja, dat zou het zo niet. Ja, we hebben die zo niet. Ja, man, ik wou rustig stand houden, jongen. Dat maakt niet uit, we gaan dus niet dood. Ja, maar ik ga het. En dan nu graag de aandacht voor een hele vette edit waarin Simon zijn Michael van Gerwen shirt aan gaat doen. 3, 2, 1, los! Nou, wij moeten nu alles zetten op het feit dat we vanaf nu iedere wedstrijd moeten winnen. Dan zet ik het naar de kijk. Sorry. Dan doet me dat wat. Maar moeten we dan om de vijf tellen roepen van jongens, we staan in die finale? We staan! Ja, ik. Einde van 20 jaar studiosport. Spoedig. Nou mensen, we zitten hier bij een Duitse hoogspanningsmast. Moet je eens kijken wat mooi dit is. Holy shit, een Duitse mast. 3, 2, 1. Ja, we komen hier dus oprecht niet weg omdat onze boot te groot is. En terwijl wij vrezen voor ons leven, wordt het beneden gewoon gegokt op onze gezondheid. Een kwalijke zaak als je het mij vraagt. Wat denken we ervan? Ik denk een hernia. Ik denk gelijkspelletje. Ja, het komt zo uit. Ja, tuurlijk. Maar het positieve is wel dat de aanhouder blijkbaar altijd wint. Want na het enige duwgetrekwerk trekwerk komt er toch beweging in de boot. En dan kunnen we het publiek gek gaan maken. Dit zijn dagen van goud. Meer dan ik ooit heb durven dromen.
wil hem nog een keer zien in de herhaling, want je denkt altijd, hij kan ook vooroverklappen. Nee, kijk eens even. Daar hebben ze heel goed over nagedacht. Ja, ja. Machtig mooi. Oh, wat deed hij dat goed, zeg. Die was goed. De tijd was goed. We hebben een podium. We hebben een podiumplek nu. Nou, daar hebben we er pas 3 meegedaan tot nu toe. Maar derde plek. Zo'n sterk veld. We hebben mensen met ervaring. Die doen dit al jaren. Er zijn mensen die belanden in het water. Die halen het wel niet eens. En wij pakken hier een derde plek. Naar onze allereerste wedstrijd ooit. We zijn gewoon derde geworden, jongens. Een bronzen medaille. Ja, die is voor jullie. Hey, 2 camera's nu. Wij willen vooral een grote shout-out doen naar Huizes. Grote ja, techniek voor het bouwen van onze boot. Ik heb me nog nooit zo zeker gevoeld in een voertuig. En in die boot, daar heb ik mezelf echt leren kennen. Hey, hebben we dit gedaan. Ja, echte vrienden. Die heb je voor het leven. Een mispel laten zien hoe het kan. Denk out of the box, heb je ooit Michael van Gerwen zo snel zien gaan? Denk het niet. Max Verstappen had het niet gekund, want zo'n wagentje dat zien. Wij hebben hem bestuurd, we lieten hem drijven en we hebben gesprongen. En we hebben overwonnen. Dat zijn legendes. Niet mogelijk gemaakt zonder het geniale plan dat erachter is bedacht door onze manager. Ik voel ook een beetje aan je idee, een soort José Mourinho bent die dan de finale wint. Hoe voelt dat? Het heeft wel fenomenaal uitgepakt, dat mag ik toch wel zeggen. Ja. Voel je nooit alleen, ja. Onze sprong, onze daling, onze klap. Als je onze hele performance een punt zou moeten geven, wat denk je dan aan? Uit de 10? Nou ja, kijk naar beneden gaan. Een 5. Die klap sowieso een 10. Ja. En ja, daarna de afsprong, ja, toch wel een 11. Toch wel een 11. Dan kom je uit op een 10. Ja, dan kom je uit op een 10. Dan kom je uit op een 10. Gaat nu plaatsvinden. We gaan onze prijs in ontvangst nemen, want we hebben was natuurlijk niks anders. Ja. Surprise voor Thomas, die gaat daar. Kom eens schelden. Dat schiet bij Simon in het verkeerde keelgat en hij uit direct zijn frustratie. Exact. Als ik zeg Bamos, zeggen jullie boys. Bamos! Boys! Ja, zo ja! Nadat de rust was wedergekeerd, gingen we toch nog even verhaal halen met de jury. En dat bleek een uitstekende set, want onze uitslag was nog niet eens zo verkeerd. Oké. Toen wij gingen, stonden we derde. We gingen pas als derde, maar we stonden derde. En de organisatie meldt ons net dat ze geen totale ranglijst hebben. Daar houden ze niet bij. Weet je wat dat betekent? Ja jongens, dit was natuurlijk wel een ongelofelijke attractie. Vooral het neerkomen van jullie vond ik het hoogtepunt. Geweldig. Trots op jullie in die Jeroen van de Boot. Jeroen van de Boomboot. Ja.